Rustig aan, nu is er voor jou niet bij, hè? Dat weet ik niet, maar... Nee, ik heb niet overdreven een rondje gereden. Ik heb een rondje gereden, maar volgens plan. En ja, Calimero sprong super. Ik had hele goede galoptrain vandaag. Veel galoptrain, dus de lijntjes... Wat normaal iets lang liep, kwam ik mooi aan. Dus ja. Maar ja, foutloos en nog een hele snelle tijd. Was dat het plan? Ja, foutloos zeker. En een vlotte tijd was het plan. Ik moet zeggen dat ik sneller was dan ik gedacht had. Toen ik door de finish reed, viel me de tijd mee. Ik had gehoopt zo rond de 80 te rijden, maar het einde onder de 80. Dus zeer tevreden, ja. Ja, er zijn ook ruiters die zijn foutloos en hebben 86 of zo. Hoe kun je dat verklaren dat jij zo snel was? Ja, ik denk dat ik de bocht te kort gedraaid heb. Naar de dubbel, naar 6AB denk ik, was ik mooi kort. En naar de wateroxen was ik kort. Ik denk dat ik daar een beetje tijd gewonnen heb. En dan een aantal glassprongen tussen hindernissen zo weinig mogelijk maken. De 11A, waar Frank de fout maakte, daar ging het bij jou ook. Daar was het heel spannend, hè? Wat gebeurde daar? Ja, ik kwam een beetje dicht aan de muur. Toen dacht ik dat de 6 eigenlijk lang van mij zouden worden. 6 glassprongen naar de dubbel. Maar ik was er zo. Ik had er bijna 5. Dus toen kon ik mooi gesloten weer aan het einde. Oké, dat was een beetje misschien dicht gereden. Maar kwaliteit of Calimero, dus dat kan niet wel. Uiteindelijk moeten nog heel veel combinaties komen. Wanneer ben je tevreden? Ja, ik ben uiteindelijk tevreden. Als ik top 10 zit, sowieso. Ja, dat moet erin zitten, denk ik, vandaag. Hoop ik. Eerste stap is gezet. Ja, precies.